Het is... Even serieus. Want dit wordt uitgezonden. Nee, dus serieus nou eventjes. Nou, nee, dus, nou zien jullie werkelijk eens een keer hoe Linda werkelijk is. He, dus gewoon eventjes, want dit is... Nee, dit wordt uitgezonden. Ik geef dit aan... ik geef dit aan Vanessa. Ja, zo. Dus voel je, als je gewonnen hebt, nu, als jij je in kunt beelden. Ik ga winnen. Ik heb gewonnen. Dan voel je dat je ademhaling verandert. Je voelt dat je spierspanning verandert. Je voelt dat je ogen omhoog gaan. Je voelt dat je armen omhoog gaan. Je voelt je gewoon anders. Je voelt namelijk je adrenaline in je lijf. Dat heet fake it till you make it. Nou, het was een fantastische avond. We zijn begonnen om 8:30 was het ongeveer zo'n beetje. Het is nu 11:30. John had tegen mij gezegd, kun je een half uurtje komen praten? We hebben er 3 uur van gemaakt. Ik zou even willen vragen, John, hoe vond je het? Ja, fascinerend. Fascinerend. Ja, ik ken je al langer dan vandaag. En dit is de eerste keer dat ik het echt... Van dicht mee, bij meemaakt. En ik moet zeggen, je hebt mij geraakt. En ja, ik ben echt heel erg onder de indruk van je vakmanschap. En deze kan je? Onder de indruk. Terwijl ik vooraf zoiets had. Dit wordt helemaal niks. Wordt helemaal niks. En heb je het er nu gesproken? En wat heb je eruit geleerd? Wat heb je eruit gehaald? Noem eens één ding op. Geloof in jezelf. Geloof in jezelf. Geloof in jezelf. Dat je heel veel kan. En ik zeker met het glas springen, ging er in ieders lijf gebeurde er iets. Ja. Ja. En dat vond ik fantastisch om te zien. En wat vond jij de grootste les van vanavond? Want ik vertel natuurlijk allerlei verhalen, er gaan door allerlei emoties heen. En mensen zijn het met me eens, zijn het niet met me eens. Je hoort kritiek, je hoort bewondering, je hoort afgunst. Geloof je dat deze avond ertoe bijgedragen heeft naar alle trainingen die jullie gedaan hebben de afgelopen maanden, alle wedstrijden die jullie gespeeld hebben, dat morgen jullie een betere kans maken om te winnen? Absoluut, absoluut. En we kunnen zeker na morgen zeggen wat de uitslag ook is, we hebben er alles aan gedaan. Ja. Oké. Zo, klaar met de tandarts. Wortelkanaalbehandeling. Ze doet het in 3 stappen. De vorige keer, 2 weken geleden, werd er alleen een gat geboord, werd schoongemaakt, alles werd blootgelegd. Ik had een ontsteking daaronder, heel raar. Het was, en dat uitte zich door middel van een bultje ergens in mijn kaaklijn of zo. En dus ik voelde ook niks. Ja, wel een klein beetje, maar ik voelde niks. En toen was ik al in slaap gevallen. Linda vond het al heel raar. En vandaag, mijn tandarts was weer bezig. En ben weer in slaap gevallen. Hoe is toch godsnaam mogelijk, zeg. Je ligt in die tandarts, die zit met te beulen. En met haken, en met boren, en met schoonmaken, en met spuiten. En ik val zo in slaap. Nou, ik zou zeggen, dat is toch een kwestie van dat ik ontspannen en goed in mijn vel zit, zou ik zeggen. Nou, ik ga nu eventjes naar Den Haag. 1,5 uur rijden en als er althans geen file staat, en dan moet ik daar even een klusje doen. Oké. Okay.